Mendelssohn's vierde symfonie, genoemd de Italiaanse, heeft een hele sterke persoonlijke herinnering voor mij. Dat ik was als 13-jarige mijn eerste concert met toen de beste jeugdorkest van Hongarije, hebben wij de Italiaanse gespeeld. En ik weet nog, toen ik de eerste repetitie was begonnen met het stuk en ik geloofde mijn oren niet, wat was dat fantastisch, weet je. Dat je hoorde echt de Italiaanse geluiden en je zag die felle zon en die mooie blauwe hemel en alles was zo levendig. En eigenlijk nog steeds als ik het stuk hoor of speel, het blijft hetzelfde. En het is nog een beetje bijzonder omdat de tweede deel begint met de altviolgroep en de hobo. Wij spelen samen een liedje wat geïnspireerd door een Napelse processie. Ja, dat is een nostalgisch liedje en dat past perfect bij mijn herinnering.